folks. I went down hard. Dit is Mike Jan Z. En ik wil jullie even allemaal een fijne kerst toewensen. Jawel, man. En ja, jongens, jullie zien het goed. We hebben lekker een videootje op kerst. Dus dit is ook het moment om even je familie erbij te halen. Wat nou je neef, je neef, je broertjes. Goeie mee, ja? Kom gewoon met de familie samen en zeg van... Hey, we gaan eventjes naar de meloot kijken waar ik altijd naartoe kijk. Dit is QC. En we gaan vandaag reageren op kerstfilms. Daarna pak je een telefoon en zeg... Ja, nee, doe ik even een abonnementje nemen. Even abonneren. Nee, jongens, ik zit te dollen. We gaan gewoon beginnen, man. Ik heb er zin in. Let's get it. Die kwam iets te snel, jongens. Ik wist niet eens wat ik kon verwachten. Eén seconde later, meneer is zijn ballen kwijt. Tering, zeg. Ja, die wordt goed geraakt. Dit is een goede binnenkomer. Ah, wat nog wel meer naar binnen is, is waarschijnlijk zijn ballen. Die zitten nu ergens in zijn maag. Maar hey. We kunnen gewoon om lachen. Het is niet onze zak. Ook niet onze zak. Ja. Ja. Wie verzint dit ook? Wie verzint het? Wie verzint gewoon om te denken van... Ja, weet je wat? We hebben een kerstman. Die laten we uit de lucht. Ja, ja, het zou een leuk idee kunnen. Ja. Ja. Jullie zijn gewoon jaloers. Oh. Ja. Het ziet er al leuk uit. Ja. Spring maar. Spring maar. Wat gaat hij doen? Oh, jee. Wat was dit allemaal? Jongens, ik snap nog steeds, wat was de bedoeling? Gingen ze een soort van skydiven of... Maar gingen ze gewoon een soort van, ja, zweven of zo? Lekker. Kijk, hier had nou wel weer een driedubbele backflip met de tand door de lip. Met deze camerapositie. Het had niet verkeerd uitgepakt. Het had niet verkeerd uitgepakt. Maar hey, het mocht niet baten. Dus laat het. Maar trouwens, jongens, ik ben het helemaal vergeten. Maar kijk eens, ik heb deze kerstmuts. Ja, dit is er maar eentje. Yes. Hadden we wel een vibrator omhoog willen hebben. Hè? Voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Dit is, ja, is een wilde muts. Oké, die mag die alweer stoppen. Ja, dit is mijn kerstmuts. En ik controleer elke dag eventjes of Stephanie... Oh, ik ga klappen krijgen als ze dit zien. Oh, ik wou zeggen, ik controleer elke dag eventjes of Stef hem niet mee naar boven heeft genomen. Maar... Zo kan ik niet zijn. Ah, man. Deze video komt online op kerst. Dit wordt kut. Ja, ik ga mijn eigen video vermijden. Of dit is een hele blije reactie. Of dit, nee, dit is voor mij zo'n, ja, ze gaan hem pranken. Oh nee, als je dit niet, oh, dan gaat hij zo teleurgesteld zijn. Waarom doen jullie dit nou? Ja, dat is het ding, jongens. Is het een prank? Of is het een soort van prank om vervolgens de echte verrassing te geven? Dat zie je meestal niet. Maar stel, het is echt pure prank. Hij heeft helemaal geen Nintendo Switch. Ik mag niet oordelen over ouders, maar dan ben je slechte ouder. Maar ja, slechte ouder. Zeg maar, dat je per se een Nintendo Switch hoeft te geven. Maar je kan niet je kind niet zo blij met een Nintendo Switch flash en dan zeggen, dat was een grap. Dat is niet grappig. Weet je wat, ik ga zelf wel naar het internet. Tief op met jullie. Je gaat zelf wel thuis zijn. Helemaal gek. Ja, ik zou het niet kunnen waarderen. Jongens, besef, hè. We hebben natuurlijk allemaal de Sinterklaas-fase vroeger meegemaakt. En op een gegeven moment, kerst is niet eens zo lang daarna, laten we zeggen 20 dagen daarna. 21 dagen. In ieder geval 20 dagen. Laat 20 dagen houden. Toen weet ik nog wel dat ik eerst natuurlijk Sinterklaas cadeautjes had gekregen. En toen kreeg ik voor kerst kreeg ik ook cadeautjes. En ik zei tegen mijn moeder had best wel een groot cadeautje gehad. En ik kreeg het cadeautje en die zei, oh wow, dankjewel kerstman. Mijn moeder zei, kerstman? Heb je bij mij gehad? Ben je gek? Ja, de kerstman. Ja, volgens mij is het ook niet echt een ding. Ik weet niet of dat überhaupt of mensen geloven in de kerstman. Voor mij is dat sowieso in Nederland niet een dingetje. Maar mijn moeder merkte, laat het niet wel gelijk duidelijk merken van, ja, joh, je bedankt de verkeerde, gek. Ja, mijn moeder is strijder, ik zweer het. Oh, nee. Oh, nee. Ik weet niet wat er daar gebeurde. Die heeft een klap in zijn maag gekregen. Wat doet hij nou precies, die lul? Je mag me zeggen. Besef, jongens. Die kids die zitten daar, die gaan helemaal stuk. Die man heeft gewoon pijn.
Zoveel pijn. Je ziet er nog lijn hier. Kijk. Was niet oké. Ja, hier ga ik goed op. Oh nee. Ja, lekker bezig, pik. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Kom jij even binnen op je halve woord. Trend die je thuis wil laten. Ja, pik. Dat was een mooie klap. Dat vond ik een hele mooie klap. Dat vond ik zielig. Maar met die hond, kijk. Ah, en een hond wordt geraakt, man. Nee, dat is weer niet low. Dat een mens een driedubbele backflip maakt, oké, okay, hè? Maar hondje erin, maar laat het hondje met rust. Hey, wat is dit? Met de kerstmannen die turnen en zo. Nou, deze man gaat wel hard. Ja, het zag er komisch uit. Hij heeft nog geluk, hoor, dat hij zo'n zachte ondergrond heeft met al die kussens. Maar, ja, flipcheck. Ja, precies. Dit was Epke zonder hand. Ja, dat is op zich best een goed grapje. Wat dit is. Hoe groot zijn die kerstbomen in Amerika? Zo? Ik zie dat vaker, man. Maar volgens mij is daar het plafond ook veel hoger en zo. In Nederland komen we meestal niet verder dan een kerstboom van 2 meter, hoor. Okay. Maar kijk dit. Ja, het is wel creatief. Het is zeg maar wel een voorbeeld van geef nooit op. Die niet in de auto past, past die wel erop. Ik denk ergens wel dat je hier een boete voor kan krijgen. Ik denk dat dit niet helemaal is toegestaan. Maar hey, we kunnen soms dingen door de vingers zien. May your holidays be filled with surprises and joy. Er niet aankomen. Ik dacht, hij gaat nog uitpakken of zo. De mensen die mij al een tijdje langer kijken, die weten, ik schrik snel van dingen. Ik schrik snel van dingen. Het ergste waar ik van ik schrik zijn belastingbrieven. Dat is een ander verhaal. Maar dit is ook niet fijn. Oh, dat gaat. Wat gaat hij doen? I know where you are. Alright. Ja. Hij wil eerst een smack geven waar je helemaal eng van wordt. Zeg maar kussen of niet, dit in je gezicht. Kan je zo even voelen. En dan zegt hij, alright, ja. Dus hij is niet zo bijzonder, hoor. Oh. Die keer hebben we een optaat, hè. Hier, mevrouw, meld u even. Ja, dat is mooi. Oh nee, mevrouw, doe nou niet. Nee, oma. Ja. Het was geen driedubbele backflip met tanden de lip. Maar dat verwachten we ook niet. Dat gunnen we mevrouw ook niet. Mevrouw is op leeftijd, die verdient dat niet. Maar de val was ook niet spectaculair. Het was niet iets waarvan ik dacht, wauw, hier moet ik om lachen. Of dit komt in een compilatie met de beste kerstfilms. Of dit het beste is van kerst, nou. Dan weet ik niet wat we van deze kerst moeten verwachten. Ja, dan. Nog een keer. Ja, weer natuurlijk. Ja, nou, dat gaat nog een keer. Hij is geen opgeven. Kom op, dit wordt hem. Ja, hij geeft niet op. Ah, oh, man, ik zeg eerlijk, bij de tweede keer had ik al gedacht, weet je wat, voor jou met je kerstboom en de rest van je prullenbak, ik doe niks meer. Ja, we gaan door naar het volgende huis. Oh, nee, geen laddertjes. Dat was wel een klap. Ja. Ook een schil. Dat was ook wel een schildje. Ja. Je schrik je er allemaal hoela natuurlijk. Maar dit is kut. Dit is zeg maar, laat ik het zo zeggen, als dit het huis was van Gio. Dan was hij waarschijnlijk nu met zijn vlogcamera naar buiten gekomen om te vragen hoe het met je gaat. Terwijl je waarschijnlijk je heup hebt gebroken ofzo. En vervolgens nog even een goede shot maken voor de thumbnail. En we gaan weer door met het leven. Ja. Oh man, ik weet niet of jullie dat fragment nog kunnen herinneren. Oh jongen, wat zijn we aan het doen? Het gaat al te verkeerd hier. Het gaat al helemaal. In ieder geval, er zijn veel opties waardoor je zou kunnen denken dat het kan verkeerd gaan. Meneer, die probeert iets op te hangen. Meneer staat best wel hoog. Meneer kan evenwicht verliezen. Gewicht sowieso niet. Ja, ik mag dit zeggen, jongens. Ik ben op zijn minst even dik. Ja? Laat me even mijn theorietjes uitleggen. Meneer die kan evenwicht verliezen. Is, nou, meneer kan ook door stoel heen zakken. Nogmaals.
kan het gewicht iets mee te maken hebben. Jazeker. Als hij stoel doorbreekt, zakt hij stoel naar beneden. Deze jongens arm zit er ook bij. Er zijn genoeg redenen waarom je zou zeggen van, hé, hey, misschien moeten we dit niet doen. I hear a crack, yo. Oh, I went there hard. Naar de tering. Eerlijk jongens, ik had meer verwacht dat hij gewoon zou omvallen. Maar dit was wel zeg maar het beste wat er kon gebeuren. Kijk hier, dit bedoel ik nou. Ja, hier weer crack. Fuck, nee. En ik hoop dat die guy zijn arm nog heeft gered. Oh, die ging even er doorheen, hè. Dit doet mij gelijk weer denken aan de hoverboard. Maiko, gooi maar nog een keertje erin, omdat het kerst is. En die andere gelijk erop? Ja. En dan even, dan even, dan even, dan even. Nou, precies dat dus. Ja, nog een kerstman op hoverboard. Meneer, meneer, doe nou niet. Die viel mee, die viel mee. Nee, dit was het niet, zeg maar. Ja, gewoon net niet. Hij kon veel harder gaan. Ja, hij kon combo maken. Hier heb je de muur, hier heb je een stoel. Ik zeg niet dat ik het wens, maar het had gekund. Ja, ik weet niet. Vraag me gewoon af, welke leeftijd kom je erachter dat je zeg maar, met je tenen dingen in de kerstboom kan ophangen? Ik ben ondertussen 29, jongens. Ik heb nooit een moment gehad dat ik bij mezelf dacht van, ja, weet je wat? Ik ga proberen om de kerstboom op te tuigen met mijn voet. Nee. Ik ben nog nooit in mijn hoofd gekomen. Maar ja, iedereen heeft een ander talent en iedereen heeft andere ambities. Wie ben ik om daarover te zeuren of te bepalen? Oh. Oh. Ja, man. Back to memories. Die kan zich in één keer weer herinneren wat hij deed toen hij 4 jaar oud was. Kijk hier. Die gaat even terug, hoor. Back to the future. Hij snapt er ook niks van. Ja, helemaal mooi. Had alweer fout. Ja, dat was wel een mooie. Dat was wel een mooie. Wat is het? Ten eerste, voor mij zijn het tickets. Wat voor tickets heeft ze gehad als ze zo hysterisch wordt? Zo Justin Bieber tickets of zo. Het is kerst. We gaan het maar even positief houden. Ik ga mijn commentaar voor mij houden. Het is hartstikke blij. Ja, het is hartstikke blij. Ik ga er toch iets over zeggen. Ik weet wel, als mijn dochter later zo gaat reageren, gaat ze niet naar het concert toe. Gaat ze niet naar het concert? Nee, man. Nee. Oh, dat is het enige wat ik erover ga zeggen. Oh, maar dit is schattig. Dit is lief. Ik ben een toetie. Oh. Oh, het gaat nog door. Oh, jongens. Het stopt. Nu wil ik gewoon echt weten... Van welke artiest word je zo gek dat je gewoon als een. Laat maar. Oh. Jongens, besef, die kat is net ontsnapt. Kijk. Heeft die kat gewoon niet door? Ze heeft een kat gekregen. Dat is wel erg lauw. Ik zeg je eerlijk, ik wil ook ooit voor een kerst of zo een huisdier geven. Lijkt me echt hard. Dat is wel de ultieme kerstdroom, toch? Dat je met je gezinnetje zit en dat je dan op dat moment zo'n doos brengt en dat daar dan een puppy in zit. Zo. Oh, dat is wel de ultieme kerstcadeau die je kan geven. Echt een ultieme kerstcadeau. Ik weet niet of dat komt door de films die we hebben gekeken of door de verhalen die we hebben gehoord of hebben gelezen. Maar dat is wel het ultieme kerstgevoel. Je zit op kerstavond of op de eerste kerstdag, zit je met z'n allen bij elkaar. Ineens komt vader met een doos binnen. Jongens, ik heb een verrassing en er komt een hond uit. Gewoon een nieuwe family member. Nu, per direct vanaf kerst. Nail it. Nail it. Maar jongens, de koptelefoon is af. De kerstmis is nog op. En ik wil jullie nogmaals een fijne kerst wensen. Geniet ervan met de family. Ook alvast, als dit de laatste video is die je van mij hebt gezien dit jaar. Is niet de laatste video die ik ga droppen. Maar stel je voor, het is de laatste video die je dit jaar hebt gezien. Alvast een heel gelukkig nieuwjaar. Geniet ervan. Ik hoop dat 2022 voor jullie allemaal beter wordt. En maak je lach van. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Ik hou van jullie. Later. Ja. Meneer, doe nou, alsjeblieft, doe nou niet.
Nou. Levensgevaarlijk. Gewoon niet doen.